Dit ding heet het Gravensteen. Het is een van de belangrijkste toeristische attracties van de stad Gent. Dit ding is gebouwd, ze zijn begonnen zo in het jaar 1000 en geleidelijk aan is het steeds groter en groter geworden. Maar het is in de loop der tijden werd het als gerechtsgebouw gebruikt, dat zullen we nog gaan zien. Maar het is geleidelijk aan in verval geraakt. En toen is het aan het eind van de 18e eeuw verkocht aan een industriële ondernemer. En die heeft binnen de ruïne eigenlijk van het Gravensteen een textielbedrijf gevestigd. Die zijn ook weer verdwenen in de vroege 19e eeuw. En toen was het een totale ruïne. En toen was het eerste idee, we breken het af. En toen dachten ze, zou het toch niet lollig zijn als we er iets leuks van maakten. Hè? Een leuk dingetje ben ik haast geneigd om te zeggen. En dat hebben ze toen gedaan. En toen hebben ze eigenlijk een romantisch kasteel, fictief kasteel gebouwd. Wat niet wegneemt dat het natuurlijk een hele leuke indruk maakte op zichzelf. Ja, Gent eigenlijk is een stad die zijn hoofdbloei doormaakt in de middeleeuwen. He, dus zeg maar vanaf de 11e en 12e eeuw groeit die stad sterk. Het was toen, na Parijs, de grootste stad van West-Europa, wat het heel lang gebleven is. Het is een handelsstad, het is ook een industriestad in de zin dat de weverij daar een enorm belangrijke rol speelde en de wol kwam uit Engeland. Als voorbeeld van de eigenzinnigheid en opstandigheid van de stad moet ik nog kort iets vertellen over Jacob van Artevelde. Er was een conflict tussen Frankrijk en Engeland. En de Vlaamse graaf kiest voor de Franse kant. Met als gevolg dat de Engelse koning zegt, dan krijg je geen wol meer. Het is klaar, we exporteren geen wol meer. Je begrijpt voor Gent een rampzalige zaak. En dan grijpt eigenlijk in de stad Gent Jacob van Artevelde de macht. Een schatrijke lakenkoopman. Hij onderhandelt met de Engelse koning. De Engelse koning komt tot naar Gent. Die wordt hier gekroond als Franse koning. En enige jaren deelt Jacob van Artevelde, in feite een burger, deelt de lakens uit in Gent. Nu is het weer een succesvolle stad. Jacob van Artevelde was eigenlijk de eerste Vlaamse held.